We kennen zowel hand- als ruggedragen modellen bij de bladblazers. De bougie zorgt voor de ontbranding van het brandstofmengsel door middel van een vonk en is van belang voor een goed lopende motor. Om de bougie te controleren maak je eerst de bougiekap los. Draai met een bougiesleutel de bougie los. Neem de bougie uit de cilinder. Controleer de bougie op de volgende punten. Is de bougie schoon? Controleer de vonkafstand. Deze moet 2 mm zijn. Bij een sterk vervuilde bougie of bij aanwezigheid van koolaanslag moet je de bougie vervangen. Plaats de bougie terug in de cilinder. Zet hem vast met de bougiesleutel. Plaats de bougiekap weer op de bougie. Om het luchtfilter schoon te maken, verwijder je de kap. Maak het filter los en haal het van de behuizing af. Een beschadigd filter of een filter dat niet goed meer gereinigd kan worden, moet je vervangen. Maak de luchtinlaat schoon. Houd wel de inlaat naar de carburateur dicht, bijvoorbeeld door je vinger erop te plaatsen. Eventueel een beetje remreiniger helpt om aangekoekt vuil los te weken. Blaas het filter van binnen naar buiten schoon. Plaats het schoongemaakte filter op de juiste wijze terug op de machine. Schroef de kap weer vast. Om het brandstoffilter te controleren, maak je de brandstofdop los. Trek met een haakje de brandstofslang en de beide filters uit de brandstoftank. Haal de brandstofslang van het filter. Controleer het filter op verontreiniging en of het invoergaatje goed vrij is. Plaats de filters terug op de brandstofslang. Herplaats de filters op de oorspronkelijke plaats aan beide zijden van de tank. Controleer de draagriemen op beschadigingen. Controleer de gashendel op de blaasbuis. Alle knoppen moeten soepel reageren. Controleer de veiligheidspictogrammen. Deze moeten aanwezig en goed leesbaar zijn. Controleer het rooster van de luchtinlaat. Dit moet onbeschadigd zijn. Lang haar zou in een ongunstig geval in de machine gezogen kunnen worden, met alle gevolgen van dien. Controleer de gehele behuizing op beschadigingen. Controleer het startkoord door dit rustig volledig uit de repeteerstarter te trekken. Laat het koord langzaam tussen je vingers door terug oprollen. Zo kun je eventueel beschadigingen voelen. Kijk of de metalen ring niet beschadigd en dus scherp is geworden. Dit kan tot versnelde slijtage van het startkoord leiden. Controleer de knoop in de handgreep.
Voor het vervangen of strakker zetten van het startkoord is een apart instructiefilmpje.